René Staartjes, chef-kok restaurant Intens. Ik ben 30 jaar oud en mijn ultieme droom is om restaurant Intens op de kaart te zetten als het health cuisine restaurant van Nederland. Ik heb gestudeerd aan de Kaspijkers Academie. Dat was een unieke ervaring, ook nog in de tijd dat meneer Spijkers leefde. Dat was voor mij echt wel het hoogtepunt van mijn opleiding traject. Zeg maar. Ik ben werkzaam geweest als souschef bij restaurant Dorset Mansion House in Borne. Ik ben chef de partie geweest bij het Van Hermsen in Maastricht. En ik heb een aantal jaren bij Bode in Badmen gezeten. Ja, wat wij hier neerzetten is echt een stukje health cuisine. Wij noemen het wellness food. Wij zijn echt bezig met de gezondheid, met voeding. Wat doet voeding in je lichaam? Het eten moet lekker zijn, maar het moet vooral gezond zijn. Ja, wij hebben een à la carte kaart met allerlei seizoensgebonden producten. En we hebben daarnaast een vijf elementen menu gebaseerd op de traditional Chinese medicine. En ieder element staat voor een yin en yang orgaan. Daarop hebben wij een vijf gangen menu gemaakt waarin iedere gang één element vormt. Dus iedere gang stimuleert twee organen in je lichaam. Ja, de tataki van tonijn, dat is het voorgerecht van ons vijf elementen menu. Dus die is helemaal gebaseerd op het element water. De tonijn die snijden we mooi aan repen en die grillen we even kort op de watergril, even rondom aangrillen. Dan pakken we wat sojaboontjes. Sojaboontjes die doen we even doppen en dan marineren met mier en dasi. We maken een krokantje van sesam. We hebben blanke sesam, zwarte sesam en groene sesam met wasabi. Daar gaat een beetje zout, peper in en wat maltodextrine om hem te plakken. Daar maken we een papje van met water. Die rollen we uit tussen twee velletjes bakpapier. En die doen we dan droog in de oven. Op een graadje of 100, 160, 170 met 0% vocht. De beukenswammetjes die doen we marineren met onze eigen gemaakte teriyaki. De paddenstoeltjes knippen de bovenkantjes van af. Die marineren we met wat teriyaki en die doen we garen op 220 graden onder wat aluminiumfolie. Dan gaan we het bord draseren. Dan beginnen we met wat teriyaki saus op het bord. Daar zetten we de gegrilde tonijn op. Daartegenaan wat wakame, de zeewiersalade. Daarop wat gemarineerde beukenswammetjes en wat ingelegde sojaboontjes. En dan garneren we hem af met wat frisee-sla, het krokantje van sesam en wat eetbare bloemetjes uit onze eigen tuin.